en welkom bij een nieuwe video. Vanochtend heb ik Mason zijn haar gevlochten. En guys, I love it so much. Het staat hem zo goed. Hij heeft volgens mij nog nooit eerder losse vlechtjes gehad. En ik dacht, laat ik het een keer proberen. Dit ging zo veel makkelijker dan de laatste keer dat ik zijn haar had gevlochten. Doet natuurlijk veel minder pijn. Het enige wat vervelend was voor hem was zijn haar uitkammen. En toen zijn haar uitgekam ging het eigenlijk easy peasy. Hij was ook hartstikke blij met het eindresultaat. En nu kan ik weer eventjes een weekje door. Noah's haar moet ik binnenkort wel weer losmaken en opnieuw doen. Maar voor nu heb ik even rust met beide kinderen. Echt. Love this for us. Serieus. Ik belde net met mijn zus. Ze had de avonddienst. Ze werkte echt 10 minuten van mij vandaan. Dus ze komt zo heel eventjes langs. Daarna ga ik Noah ophalen. En wil ik even met de boys naar de stad toe gaan. Dat hebben we lang niet gedaan. Dus dat is wat we de komende uurtjes gaan doen. Voordat mijn zus komt wil ik jullie heel eventjes 3 pakketjes laten zien. Ik heb namelijk weer boeken bij Amazon besteld. Niet 1, niet 2, maar 3 boeken. Ik ben echt heel erg blij. En wat ik heel erg leuk vind, ik krijg steeds meer berichten via Insta. Sommigen ook gewoon via YouTube, dat ze echt door mij ook zijn gaan lezen. En het allerleukste is ook dat zij mij hele leuke tips geven voor boeken. En er is 1 dame op Insta, ze heet Curly Head SM. Hey, she's my book friend, for sure. Oh, mijn zus is er al. Bijna. Dus, eerste boek. Oh, deze heb ik van Cyrano gekregen. Dit is dus het laatste boek van die Magnolia Park series. Toevallig ligt die serie nog precies hier, want ik ga hier aan beginnen. Maar hij is nu dus compleet. En dan gaan we over naar het tweede boek. En dit is een boek van Penelope Douglas, Birthday Girl. Guys, wacht, mijn zus komt net binnen. Oké, guys. Mijn zus is net gearriveerd, dus ze gaat zich even voor jullie aan zullen horen. Dag, Samantha. Dag, jongen. Hou op. Kijk, jullie kunnen kijken op mijn TikTok hoor. Wie noem je eigen nagel? Ja, mijn zus doet haar eigen nagels. Binnenkort kunnen jullie dus beide gaan dit. Nee, ik heb het niet. Maar het is echt mooi. Kom, laat ze even zien. Mijn mensen hebben het nog niet gezien. Ja, ik moet wel oefenen. Maar het is echt mooi. Is mijn eerste keer French. Waarom ruik je maar na? Nee, omdat ik gewoon weet of je hebt gerookt. Ik rook niet meer. Wacht even. Ja, het is echt mooi gedaan. Ja, I did that. Deze hand is lelijk, maar dat is links toch? Maar kijk, het is wat dikker. Het is een beetje gechopt hier, hè? Ja, dat ook. Ja, maar het is echt heel mooi. Dank je. Ja, dus je kan komen voor je voeten. Wanneer kom je voor je French? Nou, voor je voeten? Mijn voeten wil je nu niet zien. Nee, ik wil ze juist wel zien. Dan ga ik ze mooi maken voor je, Kimberly. Laat eens even die boekencollectie zien. Kan je ook verlengen. Ik ga het proberen, want Kimberly, ik pak hem met Bia. Ja, no? Bia. Oké. Yes. But anyways, ik liet jullie dus net dit boek zien van Penelope Douglas. Ooh. The Birthday Girl. Let me say. Oh, wacht, ik ga even Mason erbij halen. Ik haal hem wel. Ga maar verder vloggen. Oké. Oké, jongens, steak 100. Deze mooi. Jongens, dit boek is zo heftig van wat ik heb begrepen. Dit boek gaat dus over een jong koppel dat samenwoont. Maar er gebeurt dus iets waardoor ze niet meer in staat zijn om het huis te betalen. Shut the fuck up. Je bent geweldig bezig, Kimberly. Ja, laat die mensen zo zien. Ik wil je gewoon filmen. Laat die mensen zien. Laat me die mensen zien op TikTok welke boek je ik ben gewoon Kimberly. Bezig, Samantha. Kimberly, na intelligente meidje. Ja, Penelope Douglas. Engels lezen, hè? Je bent echt vervelend. Nee, echt. Is dat mooi? Echt, Kimberly. Thank you. Ja, dus. Mensen, lach voor tante. Zeg cheese. Guys. Waar was ik gebleven? Dus, op een gegeven moment gaan ze bij die jongen zijn vader inwonen. En wat er dus gaat gebeuren. Ik ben helemaal waar je bent. Ik ben uit de kantoor. Het begint slecht tussen hun te gaan. En sorry, dat is echt wat. You a fucker. Nee, maar het is gewoon lit, die eerste. Op een gegeven moment begint hun relatie een beetje slecht te gaan.
En begint zij opeens... begint zij opeens een crush op die vader te krijgen. En die vader begint ook naar haar te kijken. Dus ja, dat is alles wat ik over ga vertellen. But I want need to know what's going on. Juicy! It is. And last but not least... En het laatste boek heb ik dus van die Curly Head SM. En het laatste boek is dus ook van Colleen Hoover. En dit is dus Verity. En dit schijnt dus een van haar masterpieces te zijn. Dus I'm so excited. Ik wil bijna eerst deze lezen. En dan deze series. Maar ik denk dat ik toch voor de series ga. Want nee, ik wil het echt al te lang lezen. Dus ik ga beginnen met deze. Oké, guys. Ik ga nu gezellig zitten met mijn company. So, I'm gonna see y'all later. Nou, guys. Ik heb net Noah opgehaald. Samen met Mason. En wij gaan nu heel eventjes de stad in. Want ik wil heel eventjes langs de TK Maxx gaan. En misschien nog ook andere winkeltjes. We gaan kijken hoe ze het gaan doen. En ik wil die croissantje. Ik weet niet of we daar in de buurt komen. Maar, Mason heeft geen dutje gedaan, want mijn zus was er net. En ik ben benieuwd hoe hij dit gaat doen. Want hij wou echt de laatste 15 minuten slapen, maar ik dacht, ja nee, ga maar liever niet slapen. Want als ik je dan wakker moet maken, dan is het helemaal klaar. En meestal als hij Noah ziet, dan wordt hij vanzelf wel... dan wordt hij vanzelf wel weer wakker. Maar zodra we dan na de stad thuis komen, dan is het hopelijk rustig in huis. Dus guys, let's go. Niet voor mij, hè. Zonnetje schijnt weer lekker, hoor. Voor mij is het te grappig. Nou, guys. Inmiddels zijn we weer thuis. En zitten de jongens heel netjes op de grond. Chips te eten en snoepjes dat ze net hebben uitgekozen. Ja. Noah had deze uitgekozen. Zo zien ze eruit, ja. Maar ze zijn zo zuur. Laat me een rode proeven, hoor. Ik heb net al een blauwe gegeten. Wil je ook aan mij proeven? Ik hoef geen chippy, dankjewel. Mama, groen is niet vuur. Rood ook niet. Niet om. Het is natuurlijk sour. Sweet en fruity. Maar blauw is wel zuur, hoor. Ja, rood is lekker. Nou, jongens. Ik denk dat ik na 100 jaar weer een blikje Red Bull heb. It's been a while, guys. Wow. Ik heb het zo gemist. Ik moet wel zeggen, sinds mijn dieet gestopt is, ga ik nu echt... Zeg maar, die week na mijn dieet was ik echt maar 2 keer aan de sportschool geweest. Nu zit ik weer op 2 dagen. Maar ja, in het weekend wil ik sowieso nog wel sporten. Ik ben gelijk 1 kilo aangekomen. Maar ja, ik heb geen uitgebreide weegschaal. Dus ik weet niet of het spieren zijn of vet. Want spieren en vet, dat weegt allebei gewoon zwaar. Maar goed, anywho, ik ga mezelf er echt niet meer te veel mee bezighouden. Want ik voel me gewoon goed. I look good. So, even klaar nou, hè. Cheers. Zo. Er is gewoon niets dat dit biedt gewoon. Niets. Kijk, je houdt ervan of je houdt er niet van. Toen ik voor het eerst in mijn leven Red Bull dronk, dacht ik echt, ugh. Totdat ik een keer op een dag Panya was. En er was alleen maar Red Bull en cola. En ik hou echt niet van cola. Hoe je me die vodka Red Bull Energy zag drinken. Alsof het mijn laatste drankje was voor ik de pijp uit zou gaan. Wauw. Maar dit? Nee, man. Dit is echt spannend. Wat ik trouwens in de keuken doe. Mijn moeder is afgelopen weekend naar Duitsland toe gegaan. Toen heeft zij heel wat boodschappen voor mij meegenomen. Het enige wat ik aan mijn moeder had gevraagd. Ik zei echt, mama, ik heb niks nodig. De jongens hebben niks nodig. Het enige wat ik wil is een blikje roze Red Bull. Maar 1. Gewoon 1. Niet 2, niet 3, niet 10. 1 blikje roze Red Bull. Nou jongens, ze heeft stad en land afgezocht. Ze heeft het helaas niet gevonden. Maar ze is wel met dit teruggekomen.
Een hele DM zak speciaal voor mij, Cyrano en de jongens. Dus, jongens, we gaan beginnen. Als eerst deze koekjes. Dit zijn echt mijn jeugdkoekjes van vroeger. Want wij gingen vroeger echt maandelijks naar Duitsland. En dit kocht mijn moeder altijd. En we aten echt pakken op gewoon. En ja, nu vind ik het niet zo heel lekker mee, maar de jongens vinden het ook lekker. Dus ze heeft dit voor ze meegenomen. Ik zie hier pasta en dan in paasthema. Kijk hoe leuk. Echt leuk. Dit is volgens mij biologische vruchtenthee. En ik zie hier een 6 en een 3. Want mijn kinderen worden natuurlijk 6 en 3. Dit is echt typisch mijn moeder, hè. Zij loopt in een winkel. En ze denkt, oh, meenemen, meenemen. Misschien had ik dit al, hè. Maar ze neemt het gewoon mee. Ze denkt altijd aan ons. Altijd. En als wij het niet hoeven, dan zegt ze ook altijd, dan is het voor baby nummer 3. Dan is het voor baby nummer 3. En dan is deze voor Mason. Echt zo lief. Deze Alaska. Volgens mij, ik weet niet wat dit is. Dit is volgens mij zalm in blik. Maar jongens, dit op een cracker. Wauw. Het is verschrikkelijk zout. Maar, oh, dit is echt heel erg lekker. Dit aten wij vroeger ook altijd. Ik weet ook dat het ook heel erg lekker is op sneetjes brood en dan specifiek wit. Ik weet niet wat dit is. Melkvet, ringbloem. Ja, ik weet het niet. Ik denk dat het een balsem is. Ik ga het aan mijn moeder vragen. Mijn Duits is redelijk goed. Maar het is niet perfect. Oh, dit komt van de Vibra. Voor Mason. Ik zie hier mini salami. Voor school, echt handig. Dat zijn er dus 4. En dit is doucheschuim in berry. Dit ruikt lekker. Voor de jongens. En dit zijn multivitamine. Dit had mijn moeder voor Cyrano meegenomen. Omdat hij heel moe is. En ja, hij komt echt vitamine tekort. Dus heeft ze van die bruistabletten voor hem meegenomen. Ik zie hier chocola. Peanut crisp. Voor de helft gegeten. Dat moet Cyrano zijn. En ik zie hier nog, oh, multimineralen. Oh, dit ziet er lekker uit. Dit is orange en maracuja smaak. Oeh. En ga stuk. Ze heeft ook een folder meegenomen. Kijk, ze heeft een folder van Kaufland meegenomen. En dit is wat ik wou. En ik besef even, jongens, 88 cent kost het in Duitsland. Als je een keertje in de buurt van Duitsland bent en je houdt van Red Bull, koop het daar, want het is daar gewoon goedkoop. Oké, en dan heb ik hier, dit was voor de toilet, zei ze. Ginger en lemon cream. En ik hou echt van frisse geuren in de douche. En toilet, dus dit is top. En een navulling heeft ze ook gehaald. Oh, deze heeft een beetje gelekt, man. Oeh. Dit ruikt heel lekker. Ik zou hier zelfs een schoonmaakmiddel van willen hebben. Dit is echt spannend. En oh my god. Ik weet niet of ze dit nog hebben, maar dit hadden ze vroeger altijd. Haribo snoepjes. Je zure matten. Dit gaan de kinderen helemaal geweldig vinden. Een tissue box. De vorige keer had ik deze ook gekocht. En deze is zo fijn. Dus ik ben echt heel blij dat ze deze heeft meegenomen. Dat ze dat nog wist. Want hier ben ik echt blij mee. Ik ga nou hoe deze nu snotten. En we zijn er bijna. Capri Sun. En guys. Zijn we er... Wat is dit? Wat is dit? Wat shit. Dit zijn van die, hoe noem je dat? Ja, toothpicks. Van die toothpicks? Flosdraad. Ja. Maar dan in een soort van paasthema of zo. Echt leuk. Handig. Maar dan voor kinderen. Vanaf 6 jaar. Dus ik ga deze nog heel veel in de voorraadkast doen, zodat Genoa die vanaf volgend jaar kan gebruiken. En last but not least. Oh, nu heb ik echt spijt dat ik die Red Bull heb gekocht. Maar ja, aan de andere kant ook niet, want ik drink geen warme Red Bull.
Ze heeft 1, 2, 3, 4, 5, 6 verschillende limited Red Bulls van mij meegenomen. Ik heb sowieso nog nooit een Red Bull in een andere smaak gedronken. Nog nooit. Omdat ik gewoon het idee heb dat het niet lekker is. Dus we gaan gewoon beginnen met deze. Deze heb ik wel eerder gezien. Dit is de Tropical. En dan deze heb ik ook wel gezien. Dit is de Watermelon. Watermelon. Deze zijn wel koud. En dit is Acai Purple Edition. En dan hebben we hier abrikoos et erdbeer. Ik denk abrikoos en nog iets. En dan hebben we cactusvrucht. Oh, dat lijkt me echt niet lekker. Dat lijkt me echt niet lekker. Maar ik vind die kleurtjes wel allemaal leuk. Welke deze hier? Kijk uit dat het niet op je valt. Deze? Ja. Dus ik denk voor je open één. Maar die Capri Sun is het? Oeh. Ja, zie je? Die Capri Sun Safari is kapot span. Dat is echt mijn lievelings Capri Sun. Safari. Wat zeg je? Deze. Zijn er nog iets Safari? Ja. Oh, wat is een vibe? Ja, is inderdaad een vibe. Nee. Oh, meestal mijn naam is kapot. Kapot. Oh, wauw, Mason. Raar. Hij is nog zo. Oh, lekker. Waarom moet je het altijd over je kleren doen, Mason? Lekker? Niet Noah bang maken, hè? En last but not least, deze kokos blauwbeer. Oh, blauwbeer is misschien blueberry. Dus ik ben heel benieuwd. Wat ik ga doen, vanavond ga ik sowieso 1 blikje drinken. En ik denk dat ik ga voor watermelon. In elke vlog ga ik sowieso eentje proberen. Kijk, deze even. Welke kleur is dit, Mason? Groene. Goed zo. Elke kleur is dit. Rode. Goed zo. En welke kleur is dit? Paars. Paars. Goed zo. En welke kleur is dit? Mama's lievelingskleur. Oh, ja, ja. Heel goed. En weet je welke kleur dit is? Dit is wit. Wit. Dus we hebben wit, oranje, paars, rood, groen en geel. Geel. En weet je nog wat dit is? Heel goed, Mason, sorry. Oké, guys. Ik ga eventjes de boodschapjes wegzetten. En daarna ga ik lekker relaxen. Oh, wacht. Ik vergeet nog iets. We waren dus naar de TK Maxx gegaan. En daar heeft Genoa deze uitgekozen tussen al die rommels. Echt een hele leuke Sonic tandenborstel. Die 2 minuten, waarvan er 2 minuten een lichtje brandt. En als het lichtje uit is, dan moet hij stoppen met borstelen. Dus dat is echt top. Mama. En ze hebben een nieuwe raceauto uitgekozen. Hoe cool. Noah. Kijk. Wanneer je later rijk bent. Kijk, misschien ga ik het ook wel zelf kunnen kopen. Maar als het niet lukt, moet je precies deze auto voor me kopen. In het oranje. Oranje met zwarte banden. En het interieur, de binnenkant, moet wit zijn. Wit, wit. En die motor, alle sterkste, snelste motor hebben. Oh, we moeten snel bewegen, oké? Deze. Oké dan. Alsjeblieft. Samen spelen.
was zo blij. Ik heb een nieuwe SD-kaart. Want mijn oude is echt aan vervanging toe. Echt waar, één verkeerde beweging en die kaart gaat echt door twee. En als die kaart kapot is, dan is het echt klaar. Dus nu heb ik gekozen voor een SD-kaart met een adapter. Dat mocht er iets gebeuren met die adapter, dan 9 van de 10 keer gaat die SD-kaart niet kapot. Dus nu heb ik even voor zo één gekozen. Ik hoop dat het wat is en ik hoop dat het überhaupt past. Dus daar ga ik nu achter komen. Ach, ik ben zo blij dat die kaart het doet, jongens. Want ik zal echt janken als ik zeg maar een volledige vlog zou hebben. En dat ik het zeg maar niet kan gebruiken. Want zodra een SD-kaart kapot is, dan is het game over. Dus ik heb net heel snel de beelden die ik hiervoor gemaakt heb op mijn laptop gezet. Dus nu ben ik weer helemaal safe. Ik heb 128 gigabyte om te vloggen. Dat is heel erg veel. Dat ik gewoon aan één stuk door kan filmen. Want jongens, niets is vermoeiender dan dat je filmt. En opeens zie je dat linksboven oranje wordt. En dat je SD-kaart vol is. Jongens, dan moet je beelden gaan verwijderen. Het is vermoeiend. En voor de mensen die niet vloggen. Jullie weten allemaal hoe misselijk het is. Als je zeg maar in een momentopname bent. En snel een foto wilt maken. En het gaat niet, want je opslag is vol. Hey! Nee, het is vermoeiend. Maar goed, ik zit in ieder geval weer helemaal goed. Noah en ik hebben net lekker op de bank een theetje gedronken. Meestal slaapt nog steeds. Dus ik laat hem nu gewoon lekker slapen. Ik moet zo ook gaan koken. Ik weet nog steeds niet wat ik ga klaarmaken. Dus ik moet straks heel eventjes gaan kijken wat ik in de vriezer heb. En wat ik dan nog bij kan kopen. Want ik moet natuurlijk wel... Wacht even. Ik hoef helemaal niet te koken. Laat maar kijken hoeveel dit is. Ik was gisteren naar mijn moeder toe gegaan. En zij had kousenband met kip gemaakt. En ze had ook rijst meegegeven. Dus we kunnen dat gewoon eten. Wauw. Ik hoef gewoon letterlijk niks te doen. Ik moet wel wat boodschapjes halen. Maar dat maakt niks uit. Dat is leuk. Ik hoef gewoon niet te koken. Nee. Ik had al helemaal in mijn hoofd dat ik moest gaan koken. Maar dat hoeft niet. Ik was helemaal vergeten. We waren gisteren naar mijn moeder toe gegaan. En ze had voor ons gekookt. En mijn moeder slaapt al bijna 6 weken niet thuis. Ze slaapt al bijna 6 weken bij haar bestie in Amsterdam. Niet ver van ons. Echt letterlijk ook 5 minuten van Cyrano's moeder vandaan. Dus volgens mij zien die twee elkaar vaker dan dat wij mijn schoonmoeder zien. Maar vanaf dit weekend is mijn moeder gewoon weer thuis. Ik heb al zoveel reacties gezien van Kim, wat is er met je moeder? Gaat alles goed met haar? We hebben haar zo lang niet gezien. Maar dat is omdat zij gewoon in Amsterdam is. En heel soms, zoals gisteren, is ze gewoon thuis. Om gewoon thuis een beetje schoon te maken en haar post... En haar brievenbus natuurlijk in de gaten te houden. Maar vanaf dit weekend is ze weer thuis. Ik heb mijn moeder echt zo gemist. Gewoon, weet je, dat ze ook gewoon zegt van wat, jullie hoeven niet te koken. En gewoon gezellig met haar naar de stad gaan. Of weet je, samen koken. Nee hoor, mijn moeder moet er gewoon echt zijn. Mijn moeder moet er echt zijn. Dat is dus de reden waarom jullie mijn moeder de afgelopen 4 weken niet gezien hebben. Ik las zelfs van, heb jullie ze met je moeder of zo? Dat ik echt dacht, girl, first of all, why are you in my business? Second of all, had ik ruzie met mijn moeder, zou ik dat sowieso nooit delen. Want family business gaat niemand iets aan. Ja? Dus kom me dat soort nonsense niet vragen. Ja? Ik ga nu verder lezen, want dat boek is spang. Ja? Het is spang. Eten was toch niet genoeg, dus Cyrano heeft een snelle pasta geflipt. En wat zegt deze pasta? Wat zegt het nou, hè? Zaya? Broccoli. Oké. Okay. Nou, guys, wij zijn lekker gedoucht. En zicht is weer gedaan. Cyrano heeft lekker popcorn gemaakt. Hij heeft voor zichzelf... Rode bietenzak. Een rode wijntje. Rode bietensap. Mm-hmm. Heerlijk. Ik heb geen zin in alcohol, maar ja, ik had wel even zin om te proeven. Maar ik bedacht me, ik moet even mijn vlog editen en ik ben echt heel moe. Ik ga mijn
een Red Bull testen. Wanneer? Nu. Nee. Ja. Allemaal. Tuurlijk niet. Huh? Ik ga een Red Bull testen. Die paarse. Ik denk dat deze heel lekker is. Die groene wil ik echt. Abrikoos. Cactus, maar ik heb het gevoel dat die groene het meest vies is. Ik heb watermelon, ik heb kokos. Ik denk voor deze gaan. Die purple. Dus die gaan we nu testen. Ik ga even lekker op de bank zitten. Ik moet gaan editen. Dus ik moet natuurlijk geen fouten maken. Ik heb geen zin in koffie. Ik heb echt zoveel koffie gedronken vandaag. Dus we gaan even. Gaan we even deze testen? Noep. Ja. We gaan dus voor de acai. Hoe? En in mijn beleving is acai helemaal niet zoet of zo. Sommige mensen zeggen acai. Even normaal doen, hè? Dat ik bijna nooit heb eigenlijk. Nooit heb drinken. Oeh! Ruik. Ja, ik was bang. Zoete. Nou, daar gaan we, jongens. Oeh, ja, dit is lekker. Ja? Ja, dit is heel lekker. Het smaakt een beetje naar cassis. Ja, ik hoop dat het echt in cassis ging of weet je andere? Ik vind het echt lekker. Je proeft ook gewoon die Red Bull. Je moet even... Lekker, hè? Dat is gewoon lekker. Ja, deze is heel lekker. Jongens, de Purple Acai. Is echt lekker. Ja, oh, heerlijk. Oh. Dat is echt heel lekker. Je bloedt ook gewoon die Red Bull. Ja, jij. Je bloedt die Red Bull. Red Bull. En dan dat zoete. Deze is echt heel lekker. Wow. Ja, man. Ga je even drinken. Ik ga ze ook allemaal cijfer geven. Ik geef dit... Ik geef deze gewoon een 9. Niet vergelijken met de normale Red Bull. Nee, de Red Bull blijft sowieso, de originele blijft echt 10. Maar dit is een 9. Bijna een... Ja, man. Ik vind het echt... Dit koop ik sowieso weer. Dit is echt van normaal een 10 dan? Ja, omdat dat gewoon de original is. Ja, dus? Ja, nee. Vind je die ook echt lekker? Die verdient gewoon de eerste plaats. Nee, maar vind je die ook echt lekker? Maar ik vind deze ook echt lekker, jongens. Ja. Ik hoop dat het alleen maar beter kan worden. Yes. Maar goed, guys. Ik heb mijn spullen hier. Ik ook. Ik heb mijn laptop. Ik heb mijn AirPod Max. Mijn camera heb ik... Ik zat gewoon mijn camera te zoeken, maar ik ben aan het filmen. Ik heb mijn camera. En ik ga nu mijn vlog editen. Dus lieve mensen, bij deze ga ik de video afsluiten. Ik hoop dat jullie genoten hebben van de video. Vond je de video leuk? Vergeet geen duim omhoog achter te laten. Vergeet je ook zeker niet te abonneren op mijn kanaal. Dan hoop ik jullie allemaal terug te zien bij de volgende video. Doeg!